Petje Snoeis, welkom. We staan hier op het trein van VV Alkmaar. Jouw club, nog steeds. Maar dan gaat dat veranderen na dit seizoen, hè? Ja, klopt. Ja, tot het eind van dit seizoen is het gewoon mijn clubje. Zal ik ook gewoon alle wedstrijden hiervoor spelen. Maar volgend seizoen niet meer. Nee, vertel eens. Het is al breed uit wel in de media uitgelicht. Maar het wordt wel iets heel anders als Alkmaar, hè? Ja, ik ga een stukje verder weg spelen. Ik ga naar Eindhoven toe. Dus volgend seizoen zal ik voor PSV gaan voetballen. Fantastisch is dat. Hoe is dat zo ontstaan? Hoe heb je daar altijd al aan gedacht? Of is het zo spontaan het contact ontstaan om daar naartoe te gaan? Nee, eigenlijk zag ik PSV in dat opzicht nooit echt als een club. Wat voor mij een mogelijkheid zou zijn. Vooral omdat ik uit Amsterdam kom. Dus dat komt niet als eerste bij je op. Ik wist wel dat ik sportief gezien een stap wilde maken. En toen PSV mij heeft benaderd en we in gesprek zijn geraakt, was het gevoel wel heel goed. En toen is het eigenlijk vrij snel allemaal gaan rollen. Ja. Mooie nieuwe uitdaging. De vraag is natuurlijk altijd, heb je bepaalde doelen wat je gaat uitzetten voor naar PSV? Wordt het anders als dat je nu gewend bent of is dat een beetje hetzelfde als we bij Alkmaar gewend zijn? Als je naar mijn positie kijkt, dat het wel grotendeels hetzelfde zal zijn. Gewoon belangrijk zijn voor het team met mijn doelpunten. En daar bepalend zijn in de wedstrijden. Ik denk dat het voor mezelf wel weer anders wordt in de rol binnen een team. Hier heb ik een aantal seizoenen gespeeld. Was ik een van de leiders binnen het team. Daar kom ik natuurlijk in een hele nieuwe omgeving. En eigenlijk als broekie ga ik daarheen. Dus ik denk dat het daar wel anders zal zijn dan mijn rol nu hier. Ja, je bent natuurlijk vrij jong nog en in een team wat op zich nog wel jong is. Maar ja, je komt eigenlijk weer nieuw binnen in een heel ander team dan. Hè? Is dat een wezenlijk ander team wat jij zo'n beetje inschat waar je gesprek hebt mee gehad? Eigenlijk heb ik nog geen gesprek met het team gehad. Dus ik ken ook niet heel veel meiden echt persoonlijk. Van, ja, je weet tegen wie je speelt als tegenstander, maar echt de personen daarachter weet ik eigenlijk nog niet. Ik denk dat het sowieso een nieuwe omgeving, nieuwe meiden, dat zal wennen zijn. Ik zal ook een hoop meiden hier uit mijn team gaan missen. Maar dat komt wel goed. Ja. Dat is voetbal en zodra je met elkaar op het veld staat, geloof ik wel dat het allemaal vanzelf wegvindt. En hoe hebben jouw huidige teamgenoten erop gereageerd? Heel leuk, heel positief. Was voor mezelf ook heel fijn. Die zeiden allemaal van we zagen het al aankomen. Voor hun was dan vooral PSV de verrassing. Ja. Dat hadden ze dan misschien niet zien aankomen, maar zij gunnen mij allemaal de stap. Dus dat is heel erg fijn. Ja. Ja, en ik heb gelezen ergens dat je hebt toch een bepaalde doel, een bepaald droom voor ogen om ooit eens een keer nog door te groeien richting Spanje. Ik moet zeggen, er werd mij ooit gevraagd wat mijn droomclub zou zijn. Ja. En als ik dan toch een club moet noemen, dan komt die naam wel bij naar boven. Ja. Maar ik moet zeggen, er zijn wel nog veel meer clubs waar het ontzettend mooi zou zijn. Maar FC Barcelona, dat is toch wel een club. Zeker als daar Messi speelt. Ja, Messi en ook als je kijkt naar Lieke Martens, weet je, dat zijn wel gewoon mooie stappen, denk ik, voor een voetbalster zelf. Dus misschien ooit. Ja. En het is natuurlijk fantastisch dat je in Nederland nog een stap hoger nu zet. Met alle respect voor Alkmaar en Telstar, het is natuurlijk een fantastisch team hier bij Alkmaar. Maar PSV is toch een klein stapje hoger, neem ik aan, hè? Ja, dat denk ik zeker. Maar ik denk ook, wat je zegt, Telstar en VV ook, maar hebben mij en ik denk ook heel veel andere meiden wel de kans geboden om die stap te kunnen maken. Ja. En dat is ook zeker wat ik wel heel erg dankbaar ben. Zowel met alle teamgenoten die ik heb gehad als alle mensen eromheen bij de club. Dit soort clubs heb je ook nodig. Ja. Waar speelsters zoals ik een opstapje kunnen maken naar weer een hoger niveau. Ik spreek nog wel eens wat fans ook van PSV en die vragen, Katja Snoes, je weet toch wie... let maar op, die gaat er echt heel wat inschieten. Je staat nu al op flink aantal goals. Ja, dat kan niet alleen maar beter gaan, hè? Ja, ik hoop het. Wat zou je meegeven voor de fans van de PSV-vrouwen? Dat we er gewoon een mooi seizoen van gaan maken. Hopelijk veel langs de lijn. Altijd achter het team staan. En dat we met elkaar er een mooi seizoen van gaan maken. Ja. Goed, je speelt nog dit seizoen uiteraard voor Alkmaar, VV Alkmaar. Het is toch een beetje vervelend dat je niet de kampioenspool hebt gered. Ervaar je het zo of richt je nou op het beste resultaat te halen in de pool die je nu zit? Ja, het is natuurlijk een grote teleurstelling geweest dat we in de B-pool zijn beland. Maar op een gegeven moment moet je dat ook, hoe moeilijk het ook is, achter je laten. En ik moet zeggen, ik ben een onwijs slechte verliezer. Dus ik wil elke wedstrijd winnen en of dat in een B-pool is of in de A-pool, dat maakt voor mij dan nog niet zozeer uit.
Maar ja, je speelt in principe nergens meer om. En dat kan soms wel lastig zijn. Maar zoals ik zeg, elke wedstrijd op zich wil ik winnen, willen we met het team winnen. Ja. Dus ja, dat kunnen we wel redelijk loslaten. Ja, even nu vrij. We staan nu vlak voor de wedstrijd te kijken naar Jong Alkmaar tegen het CTO Eindhoven. Dat is toch wel een leuke combinatie, zoals jouw achtergrond nu zie je. Ja, jij moet ze nu aan vandaag? Ja, ik ben zeker gewoon nu voor Alkmaar, voor de belofte. Ja, het is inderdaad een gekke combinatie. Maar ja, vandaag is er maar eentje die kan winnen en dat is Alkmaar. Kijk. Ja, tot slot, het is natuurlijk nog te vroeg, maar hoe kijk je terug op Alkmaar tot nu toe? Wat voor club is het en hoe kun je dat voor jonge meiden aanbevelen die hier willen gaan spelen? Nou ja, zoals ik al zei, ik denk dat het een hele mooie club is. Die speelsters, nou ja, ik denk zoals mij, die op jonge leeftijd eigenlijk gewoon aanraking komen met de topsport en met de eredivisie. Een podium kunnen bieden om gewoon veel minuten te maken, veel ervaring op te bouwen, om vervolgens een stap hoger te maken. Ik denk dat er een hoop meiden zijn die eigenlijk hun talent een beetje vergooien door ergens op een bank te gaan zitten. En geen wedstrijdminuten te maken. En ik denk dat ja, een club zoals Alkmaar dat juist biedt. Gewoon minuten maken, je ontwikkelen als speelster in een team op eredivisieniveau. Want als het in je zit, dan ga je altijd die stap nog wel maken. Ja. Oké, nou heel veel succes. En we moedigen ze aan hier bij Jong Alkmaar. En ik wens je een fantastische tijd nog. En op naar PSV daarna. Komt goed, dankjewel. Okay, dankjewel.